De Spa Serene Body Scrub combineert pure dode zeezouten met plantaardige en aromatische oliën, gewonnen uit het woestijngebied rondom de Dode Zee. Met Spa Serene Body Scrub verwijdert u effectief dode huidcellen en stimuleert u de doorbloeding. De huid krijgt haar natuurlijke glans terug en voelt opnieuw soepel, glad en zijdezacht aan. Alvorens de behandeling start, plaatst u de behandelstoel in lichtstand. Laat de klant plaatsnemen op de buik en dek toe met een badlaken. Breng de body scrub aan met droge handen op een droge huid. Het scrubben begint bij de onderbenen. Voer 3 maal een effleurage uit over het hele been. Plaats de duimen in lengterichting naast elkaar. Doe dit vanaf de Achillespees tot zo hoog mogelijk aan het bovenbeen. Maak stevige rotaties van de Achillespees met duim en vinger. Met de andere hand ondersteunt u het onderbeen. De volgende stap is het uitstrijken van de Achillespees. Werk stevig met duim over duim. Druk in de diepte en maak de beweging af met een effleurage. Breng een half cirkelvormige handeffleurage aan op het onder- en bovenbeen. Effleureer vervolgens het hele been met beide handen in dwarsrichting. Ga vervolgens verder met de rug. Schuif de handdoek steeds door naar de plaats die niet behandeld wordt. Verdeel de body scrub over de rug. Druk intimiderend op de ruggenstrekkers tijdens de ademhaling van de klant. Voer 3 effleurages uit langs de wervelkolom van het heiligbeen naar de nek-schouderlijn en dit van links naar rechts. Vervolgens maakt u met een platgriff dezelfde beweging. Nadien volgt een hand-over-hand effleurage. Ook hier volgt u dezelfde weg. Voer vervolgens 3 maal een trappetje uit. Ga vanaf het heiligbeen omhoog, eerst de linkerkant van de wervelkolom en dan de rechter. Breng hand na hand, tegengesteld dwars op de rug, van de ene zijkant naar de andere. Maak roterende bewegingen op de hele rug, van het heiligbeen tot de nek-schouderlijn. Eindig met een effleurage langs de wervelkolom. Richt u daarna op de schouders. Hier is het belangrijk dat de handen van de klant onder het voorhoofd liggen. Maak een effleurage langs de schouderlijn, beginnend bij de haargrens. Beweeg 2 duimen in lengterichting. Hierbij omvatten de handen de schouders. Ga verder met een pétrissage van het bovenste deel van de monnikskapspier. Begin met een vingerkneding vanaf het achterhoofdsbeen. Ga daarna over naar een handkneding, van de ene schouder naar de andere. Rondaf met een 2-zijdige uitstrijking. Daarna volgt een rotatie van hand na hand over de schouderbladen. Eindig met een 2-handige effleurage. Begin bij de haargrens en eindig bij de schouders. Laat de klant nu draaien en start opnieuw met de onderbenen. Verdeel de scrub. Voer een effleurage uit op de boven- en onderbenen. Beweeg de duimen in lengterichting naast elkaar. Houd de handen in omvattende beweging over het been. Hierna volgt een hand-na-hand effleurage over de wreef, waarbij de handen in dwarsrichting over de voet worden geplaatst. Vervolgens maakt u een duim-over-duim effleurage over de scheenbeenspier. Ga daarna verder met een effleurage van het onderbeen. Houd de duimen in lengterichting naast elkaar. Maak een half cirkelvormige effleurage over het bovenbeen. Sluit af met een effleurage van het volledige been. Verdeel de scrub over de buik. Doe 3 effleurages met afwisselende handen. Ga over naar cirkelvormige effleurage, handen op elkaar en volgens het verloop van de dikke darm. Sluit af met een hand-over-hand effleurage. Verdeel de scrub over het décolleté. Maak een effleurage vanaf het borstbeen naar de schoudertoppen en strijk uit over de bovenarm. Onthoud dat op sommige delen van het lichaam niet te veel druk moet worden gelegd. Voer roterende bewegingen uit op het décolleté. Begin steeds bij het borstbeen en ga via de oksel naar de schoudertop. Strijk af langs de bovenarm. Eindig met een effleurage van het décolleté, vanaf het borstbeen naar de schoudertoppen en strijk uit over de bovenarm. Verspreid de scrub over hand en arm. Geef de klant een hand en maak 3 effleurages over de arm naar de schouderkop. Dit doet u zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde van de arm. Voer vervolgens een effleurage van de hand met de duimen uit. Ook de binnenhand krijgt een effleurage. Voer vervolgens vingerrotaties uit. Hierna volgt een effleurage van de elleboog en de buitenzijde van de arm. Sluit af met een effleurage, begin aan de binnenzijde van de arm en terug langs de buitenzijde. Wanneer de scrub voltooid is, begeeft de klant zich naar een voorverwarmde douche. Nadien geniet de klant nog van een heerlijk relaxmoment. Mineral Care Spa Serene Body Scrub Massage is een productie van Mineral Care Nederland en Mineral Care België.